Dag meneer. Meneer, mag ik u misschien iets vragen? Waar loopt u warm voor? Wat is uw passie? Mijn passie? Ja, eigenlijk wel een belangrijk iets. Ik heb een nieuwe nier gekregen van een vriend van mij. En ik organiseer eigenlijk sinds een jaar of 7 klimweekenden voor nierpatiënten, jeugdige nierpatiënten. Interessant. Vertel eens, hoe gaat dat? Hoe dat gaat? Het is eigenlijk zo dat ik een jaar of 35 al bezig ben met de gebersport in Nederland. Ik heb via een klimvriend van mij, die heeft mij een nieuwe nier gegeven, een jaar of 7 geleden. Ik had een erfelijke nierziekte. En die vriend wist ervan, die heeft me spontaan nu een aanbod gedaan voor een nieuwe nier. Prachtig. Ja, zeker prachtig. Hij heeft mij gebeld. Heeft gezegd, heeft aangeboden eigenlijk om te gaan kijken of zijn nier bij mij paste. Toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan en na een half jaar onderzoek is het licht op groen gegaan. En is uiteindelijk de transplantatie doorgegaan. Fantastisch. Ja, en daaruit voortkomende, ik lag een aantal keren in bed na een aantal operaties. Ik lag toen na te denken van wat kan ik nou eens doen met dit hele mooie gebaar wat mij overkomen is. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk wel wat gaan organiseren. En daar is eigenlijk uit voortgekomen en dat is ook mijn huidige passie. Is het gaan organiseren en gaan klimmen met jeugdige nierpatiënten in Duitsland. En dat doe ik voor de NVN en voor de Nierstichting. Zo, fantastisch. Ja. En hoeveel kinderen of jongeren gaan er mee? Wat voor leeftijden? De doelgroep is een beetje van een brugklas tot een jaar of 20. We gaan 2 tot 3 weekenden per jaar op pad. Dat is mijn passie en daar ben ik vol mee bezig. En echt op echte rotsen of klimhanden? Nee, op echte rotsen, buiten in de natuur, mooie omgeving. En echt de uitdaging aangaan met de natuur en met de buitenwereld en met de klimsport. Leuk initiatief en ik kan me voorstellen dat u daar warm voor loopt. Dank u wel. Bedankt voor dit interview en veel succes nog. Graag gedaan, tot ziens.